Op het zeekadettenschip De Zeefakkel in Hellevoetsluis heeft vanmorgen een flinke brand gewoed. Rond 7:15 brak het vuur uit door nog onbekende oorzaak. Rond 11:00 was de brand onder controle. Het voormalig marineschip werd gebruikt voor activiteiten voor ongeveer 35 jongeren die geïnteresseerd zijn in de marine en koopvaardij. Het is in principe ons onderkomen elke zaterdag voor heel de jeugdvereniging. En we gaan met schip op kampen en naar evenementen toevarend. En dat zijn dingen dat nu niet meer kan. Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk.